Anderhalf uur. Anderhalf uur. Oh. Oh no. Oh oh. Het is wel blauw, hè, Bram? Wow, direct al aan het kloppen. Wat ben je van plan? Is het huis te koop? Ja. Op de overwinning. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ise. En vandaag hebben wij een superleuke video, want zoals jullie weten hebben wij een huis gebouwd. In één kleur. Ja. Yes. Met wij, bedoel ik, Celine, Bram en Ise. Klopt. Ik was de jury. En vandaag doen we deel 2, want in het eerste deel hebben we 14.000 likes gevraagd. Klopt. Voor deel 2. En jullie vroegen massaal op deel 2. We hadden denk ik 16.000 likes of zo. Oké, ik heb hier 3 kleuren bij mij. Jij bent dus oranje. Bram is groen. Hey. En Ise is rood. En op wat ga je letten als jury? Ik ga letten op creativiteit langs de buitenkant, maar ook creativiteit langs de binnenkant. Oh, ja. Want de binnenkant vind ik ook wel heel belangrijk. Mm-hmm. Ook voor mensen, hè. Ja. De binnenkant is minstens even belangrijk als de buitenkant. Ja, baa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 
oranje shirt aan, helemaal mooi. Ah, ja, maar ja, jullie moeten wel nog iets veranderen aan de kledij, vind ik. Dit is Michiel, zijn werkplaats. Heel veel oranje en hij is er helemaal klaar voor. Zelfs dit. Het ziet er goed uit, toch? Dat is eigenlijk voor als je iets doet met heel veel geluid. Ah, oké. Zo hoor ik niks. Echt? Wat? En dit is Isa, haar werkplaats. Heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Oh, je hebt al een mooie rode trui aan. Let's go, Isa. Dank je. En dit is Bram, zijn werkplaats. Heel veel groen. Ziet er wel echt cool uit. Wat ben je allemaal van plan? Ja, ik ga sowieso die stokken gebruiken om een soort constructie te maken. Oh. En ik hoop dat ik ook zo'n schuin dak zal hebben. Ja? Ja. Het komt in orde, denk ik. Maar de vraag van vandaag, waar is je groene trui? Ah, waar? Die hebben we vergeten. Haal die! Michiel in het oranje, Bram in het groen en Ize in het rood. Jullie zien er alle drie super goed uit en jullie krijgen anderhalf uur. Anderhalf uur? Vanaf nu. Wow. Ja. 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 Ik heb ook oranje kippen. Oh, wauw. Oh ja, dat is wel cool. Je hebt huisdieren. Ik heb er wel geloof in dat ik er ga komen. Ja? Dus eerst rustig eten, want snel eten is niet gezond, mensen. Wow, direct al aan het kloppen. Wat ben je van plan? Ja, ik ga 4 van die palen zetten. Ja? En dan 2 voor de deur. Wow. En dan ga ik alles met zo met dit. Oh, ja, klinkt super cool. Ja? Heel veel succes, hè? Dank je. Voor ik eraan begin, moet ik eerst ervoor zorgen dat alles mooi ligt met mijn oranje grasmachine. Wow, oké, goed zo. Wow, dat is echt klein voor Michiel. Ja, je doet het goed. Ja, maar eigenlijk ligt het al goed. Ligt het al goed? Ja, het ligt al goed. Oké. Dit was het dan. Tot zover grasmaaien. Wow. Oh, wordt dit jouw huis? Ja, deze zijn ongeveer even groot als mij, zie je? Ja, wow, mooi hoor. Mooi, hè? Dus dit worden zo mijn toppen. Oh, wow, dit wordt echt een zot huis. Dat is de bedoeling. Oké, veel succes. Thanks. Abonnee van de week. Voor we verder gaan met deze video, is het natuurlijk tijd voor onze nieuwe abonnee van de week. Elke week vanaf deze vrijdag, vanaf deze video, gaan wij 3 abonnees van de week kiezen. Hier hangen een 100-tal reacties van jullie, eigenlijk een soort voorselectie. Maar nu gaan wij 3 keer gooien met deze darts. En de reacties die wij raken, die 3 reacties, die worden abonnee van de week. Ik ga 3 keer gooien. Veel succes iedereen! Oh, oh. En worp nummer 3. Oh, mooi, mooi, mooi. De eerste abonnee van de week is Fran Ide. De tweede abonnee van de week is John Dekkers. En de derde abonnee van de week is Annelies van Havermaat. Wil jij volgende week vrijdag abonnee van de week worden? Like dan deze video, abonneer op ons YouTube-kanaal en reageer onder deze video Bloemkool. Bloemkool deze keer. Ja. Oké. Okay. Veel succes iedereen en proficiat aan de winnaars van deze week. Peace out. Woe. Wow, zelf oranje handschoenen. Helemaal in de sfeer. Ja, echt mooi. Het verbaast mij wel dat ze passen. Kloppen maar! Wat ga jij doen? Dat zal je wel zien. Ik ga nog niet te veel prijs geven. Bram heeft mij hier een hamer gegeven en dat slaat op niks, hè. Oei. Snap je? Het slaat op niks. Oh, wow. Met tijd en moeite lukt alles. We zijn weer bij Ize en wow.
Wat is er hier allemaal gebeurd? Ja, dit is mijn basis. Ja, het ziet er goed uit. Vertel. Het is eigenlijk een vierkant, dat is mijn huis. En hier ga ik dan, dit ga ik openlaten. En dan ga ik hier rond met deze plastic rondgaan. Oh, dus dat plastic is eigenlijk je muur. Ja, ja. Oké. En dit is je deur. Ja, dit ga ik openlaten. Oh, dat is wel leuk. Wow. Oké. Okay. Ja, hopelijk heb je genoeg, hè? Oh, ik hoop het ook. Ik denk het wel. Mooi. Dankjewel. En Michiel is nog altijd aan de klop. Ik heb een nieuwe hamer. Als ik genoeg materiaal heb, dan win ik deze challenge sowieso. Wow, als grote woorden. Ja, als ik niet win, is het omdat ik niet genoeg materiaal heb. Oké, ik ben benieuwd. Je hebt materiaal voorzien, dus ik hoop dat ik genoeg heb. Normaal wel. Normaal wel. Céline heeft ook voor mijn vloer gezorgd. Ja, maar nee, hè. Dat is iets te klein. Dat is niet waar. Nee. Kijk. Ik heb gewoon alle oranje dingen genomen die ik kon vinden. En ja, dat was het. Oh my god. De eerste laag van Michiel zijn muren. Ik denk dat ik morgen rugproblemen heb. Ja, ik denk het ook. Wow. Cool. Damn, we zijn bij Ize en wauw, echt goed. Ondertussen de tweede laag. Ja, allee. Tweede deel. Ja. Oké, maar mooi hè. Ondertussen bij Michiel. Wauw, heb je al rugpijn? Beetje. Maar het zit er al goed uit. Ja, mijn rol is bijna op. Oh no. Oh. Ondertussen bij Bram. Wauw, hey. Er zitten al twee stokken in de grond. Ja. Damn, maar je hebt wel het hoogste huis. Veel werken. Ja, echt? Ja. Heb ik het hoogste? Ja, en het ziet er echt super cool uit. Wauw. Wow, nice. Als jij positief bent, ik ook. En ondertussen heb ik nog voor iedereen croque-monsieur's gemaakt, dus die ga ik nu gaan rondbrengen. Let's go. Ik ga nog wat eten, maar ik ga even nog verder doen. Bij 1 minuut ga ik eten. Oké, jouw keuze. Wauw. Oh, wow. Dit ziet er wel cool uit, hoor. Bram, ja? Tijd voor pauze. Tijd voor pauze, dat is mooi. Oh, dankjewel. Laat het smaken, hè. Ja, thanks. En croque monsieur's voor Ize. Dank u. Makkelijk. Dank je. Wauw, je huis is wel cool aan het worden, hoor. Ja, ik vind het ook. Goed bezig. Zo, dus nu gaan we eerst afmeten. Ja. En dan gaan we op de juiste hoogte zagen. Oh, zagen, maar dat kan je wel goed, hè. Wauw, chance dat ik de jury niet ben. Oh, mijn potloodje en al. Ja. Is het een groene potlood? Nee, het is een rood. En ondertussen ga ik natuurlijk ook eten. Lekkere croque-monsieur's. En kijk daar. Michiel is ook gewoon aan het eten. En ik heb een vraag voor jullie. Hoe noemen jullie dit? Een croque-monsieur of een toasty? Laat het weten in de reacties. Wow. Waar werken. Damn. Bam. Thanks. En wat ben je aan het doen? Terwijl we werken mag er niet gevoetbald worden. Oh my god. Niet voetballen als je moet werken. Oké. Okay. Tenzij als je profvoetballer bent, dan is het je werk. Ik moet wel zeggen, jury zijn is echt een makkelijke job. Ik kan op mijn gemakje drinken, eten, rondwandelen, echt van alles doen. En zij zijn maar aan het werken. Zalig. Het is al oranje, zeker weten. En de buitenkant wordt ook nog oranje. Oh, echt? Echt waar. Wow, damn. Komt goed. Is het niet super onhandig? Voilà. En we zijn terug bij Ize. Hallo. Wow. Het is gewoon af. Wow, af zou ik nu ook nog niet zeggen, maar ik heb de muren gedaan. Ja. En nu ben ik rond eigenlijk van boven, zo van die... Plakkertjes. Ja, dubbelzijdige plakkers, dus langs de beide kanten dat plakt. En dan ga ik het tak doen en dan ga ik mijn afwerking doen. Wauw. Mijn rode kleur. Oké, ziet er goed uit. Wow, mooi hoor. Ja, toch? Ja. Bij wie is het momenteel het beste? Bij jou? Bij mij? Niet. Echt? Oh, gekke werken bij Bram. Ja. Mooi in orde zijn, hè. Ja, sowieso. Hoe meer ik er doe, hoe zwaarder het wel wordt. Ja, klopt wel. Oh, check. Wow, je hebt gewoon een dak. Ja.
Damn, cool. Echt supergoed. Het is tijd geworden om jouw huis wat kleur te geven. Ja, en dus ja, wat ga ik doen met de plakband langs de dubbelzijdige? Ja. Ga ik erop plakken en dan met A4-papier wow. Er eenmaal rondgaan en helemaal in het rood doen. Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Succes. Ja, mooi. Okay, dit ziet er al goed uit. Wauw. Wauw. Dit is echt satisfying. Wow. Mooi. Ja, komt goed. Cool. Wow. Ik ben echt benieuwd. Nee. 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 Kom maar. Ja, rip dat blad. Je komt straks terug. Yes, tot straks. Ja, wow, wat is er hier allemaal gebeurd? Ja, het schiet goed op, hè? Ja, het ziet er wel heel tof uit. Ja, dit wordt mijn hoofd in de hand. Ja, het is wel super mooi en echt groot, hè? Ja, echt groot. Mooi. En we zijn terug bij Michiel. Dit is de ingang. Mooie deur. Ik ga even van boven filmen. En wow, ja, het ziet er heel oranje uit. Is voilà. Dit huis te cool? Ja, voilà. Oké. Okay. Ja, ik wil dat wel kopen, hoor. Voor de geïnteresseerden, de vraagprijs moet ik er nog op zetten. Ik ben benieuwd. Als je straks terugkomt, staat de prijs erop. Oké. Okay. Wow, het wordt wel echt mooi. Nu wordt het oranje. Ja, ben je zeker dat je huis te koop gaat? Ja, kopen? De vraagprijs gaat omhoog. Wow, dit is wel echt cool, hoor, Bram. Ja? Echt, ja, echt cool. Ja? Ja, echt nice. Wow. En de dingen, platen, ga ik nog in het groen verven. Echt? Ja. Damn. Hey. We moeten naar links. Nog altijd te koop, maar ik ben nog aan het denken over de prijs. Ah ja, oké, het staat er nog niet op. Nee. Oh, je bent aan het kijken. Ja, ik heb hier nog een zeil gevonden. Het is wel heel vuil, maar ik heb niet zoveel tijd meer, denk ik. Nee. Dus ik moet een beetje tempo maken. Tempo, pum. Wow, dit is wel rood, hoor. Rot, hè? Oh. Ik had niet genoeg rood papier. Mooi zo. Cool, hè? Dat is ook belangrijk, hè, Ruud? Om ah ja, het is daar. Waar buiten gebeurt. Ja. Hoe is het hier? Goed. Sta ik aan de leiding? Dat ga ik nog niet zeggen. Ik hou je in spanning. Oh. Maar je bent wel heel goed bezig. Ja? Ja. Tijd voor het echte werk. Ga je beginnen werven? Ja. Yes. Oh, wow. Het ziet er wel mooi uit, hoor. Goed, hè? Het is wel blauw, hè, Bram? Mooi. Wow. Wat een mooie dag heb je. Ja. Echt supergoed, hoor. Hopelijk houdt mijn spuit met het. Ja, ik hoop het ook. Maar je hebt nog één, hè. Tadadada. Wat? Ben je gek geworden? Kan je het niet uitspreken? 340.999.000. Ja, voor de ligging. Shout-out naar de kip. Hey. Alright, mijn huis is helemaal klaar. En mooi. Mijn huis wordt ook het eerste. Wauw. Op punten. Oh, en alles. Dikke deuk. Ja, dank heel u wel. Mooi. Ik heb zelfs een tuin. Wow. Mijn grasmachine staat hier ook. Mooi. Dit is de voorkant. Hier staat welkom. Ah ja, oké. Okay. Oh, wow. Er is wifi. Nice. Oh, heel belangrijk. Hier is de bel. Oh. Die werkt ook, kijk. Oh. Het huis staat wel nog altijd te koop. Ja, wel super duur, hè. Aan 340 miljoen. Ik vraag ook geen reclame AUB in de brievenbus. En die geen reclame AUB, die heb ik een beetje afgenomen van Bram. Ja, het was wel een leuk idee van de vorige video. Als de postbode langskomt, ja? Kan hij mij altijd post bezorgen. Oh, oké. Okay. Geen reclame AUB. Maar is het nu wel tijd voor een advertentie in de video. Voor die prijs is niet alleen de ligging belangrijk, maar we gaan ook eens binnenkijken. Oké. Okay. Dit is het! Wow. Ik heb zelfs een coolbox, een oranje coolbox. Oh, wow. Met een oranje drankje. Wow. Ik heb hier ook een lampje. Sfeerverlichting. Heel sfeerverlichting, mooi. Inderdaad. Een basketbal, oranje heb ik ook. Dat is ook altijd en een raampje daarboven, kijk. Oh. Santé! Op Michiel zijn huis, op de overwinning. Tijd voor de punten, op de overwinning. Oh. En Bram, het is niet zo stevig. Ah, nee, excuse. De inrichting vind ik een beetje mager, maar buitenkant vind ik top, wifi vind ik top, de bel vind ik top, de brievenbus vind ik top, te koop. Een beetje. Te koop vind ik een beetje duur, maar ik zou het er wel voor over hebben, moest ik zoveel geld hebben. Dus van mij krijg je een 7,5. Wow. 7,5 op 10. Zoals Bram vind ik heel mooi, ook met te koop, inderdaad wel duur. Ja, heel duur. En de bel dat werkt, heel leuk. Ja, dat is waar. Er is wifi. Er is wifi, goed. Zo. Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja, ik geef je toch een dikke 8. Wow. Oh, dat is 15,5 op 20. Ik zie het voor het eerst op camera. Wow, een beeld. Ja.
Prachtig toch? Ja. Zeg het maar. Ik geef je een dikke 8. Echt, echt jury. Super mooi. Ook, ja, het is echt geslaagd. Is dat snel gerekend 23,5 op 30? Ja, 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 klopt. Oké. Kan ik mee leven? Dus op de overwinning. Hey. We gaan naar Ize haar huis. Ja. Oké. Let's go. Woehoe, we zijn bij Ize thuis. Mooi hoor. Ja, dit is mijn huisje. Wauw. Ja, het is rood. Het is rood, ja, inderdaad. Rood. Ik zie al iets wat Ize heeft wat ik niet had. Een raam. Hey, meerdere ramen. Oh, meerdere ramen. Maar we gaan beginnen bij het begin. Post. Oh, oké. Nice. En goed, ik heb wel iets waar je mijn post kan indoen. Ah ja, oké, dat is handig. Oké. Mooi. Okay. Ik voelde daar een uithaal van. Ja. Ik had wel iets. Wacht, Ize, waar is uw huisnummer? Is het een legale woning? Ding dong. Er gebeurt niks. Nee, er gebeurt niks. Wacht, sound effect. Ja, nog sound eens. Effect. Ja, oké, nog eens. Oh! Wie bel is dat? Direct gaan zitten, zegt ze. Wow. In mijn lounge, een tweede zitplaats. Mooi. Als je wilt gaan skaten voor buiten. Ah, mooi hoor. En naar het strand. Oh. Wow! Ja! Naam. Ize! Cool hè? Een hartje. Met een hartje. Wow. Dat is voor mij. Oh. En hier heb ik een mooi raam. Ja, heel mooi. Waar ik naar buiten kan kijken. Zijn ze gekust? Ja, ze zijn gebroken. Mooi. Bij mij is het wel stevig. Leun maar. Oh. Het moment van de waarheid. De punten. De buitenkant. Nu ga ik even heel arrogant zijn. Vind ik het mijne mooier? Jouw binnenkant is beter. Je hebt ook twee zitplaatsen. Ja, dat is wel cool. Jij kan echt wel chillen in je huis. Ik niet. Maar ik geef jou een 7,5. Oeh. Mooi. De post kan erin, de post kan eruit. Dat is ook al top. Wat ik vooral top vind en een heel pluspunt, is als je hier bijvoorbeeld blijft slapen, je kan gewoon naar de sterrenhemel kijken. Ja. Yeah. Oh, kijk. Ja, dat is wel mooi. Oh, mooi hoofd daar. Oh, wat is dat? Ja. Hallo. 8 op 10. Oh. Goed gedaan. Oh, Ize, je krijgt van mij een extra punt. Zonder dat je het weet. Als je van hier kijkt, zie je gewoon staan 3, 2, 1. Oh, oh damn. Er staat gewoon Ize omgekeerd en zo 3, 2, 1. Dat was expres, hè. Dat was niet goed. Nee. Maar je krijgt wel een extra punt van mij. Van mij krijg je een 7,5. Oh, mooi. 7,5. Ja, proficiat. 24 op 30. Dus Ize komt aan de leiding. Wow, we zijn bij Bram thuis. En wauw, yes. Applaus hoor, het ziet er echt cool uit. Wow, mooi. House tour, house. Bram's home, iedereen altijd welkom. Oh, mooi. Peace. Heel lief, mooi peace wel hoor. En dit ga ik straks uitleggen. Bezoekers, oké. Benieuwd. Zo'n beetje slingertjes gemaakt. Kan je dat zo voor de vliegen niet binnen te krijgen? Dat is echt goed. Amai. En een bel? En de bel werkt. Oh. Mooi. Wow. Welkom. Je hebt echt een super groot huis. Ja. Damn. Ja, wow. Ja. Hier heb je mijn muren. Ja. Kunnen me niet storen. Hier heb ik een gietertje. Ja. Buiten heb ik plantjes staan. Ja, klopt. Als ik wil voetballen. Oh ja. Deze muur is bestemd eigenlijk voor jullie. Jullie waren mijn bezoekers. Ja. En van elke bezoeker die in mijn huis komt, zou ik heel graag een handtekening willen. Oh. Vandaar. Bram zegt nou even vast. Ja, wauw. Oké, dus, mooi. Aan jou de eer om de eerste te zijn. Oh, de eerste. Damn, je bent gewoon de eerste. Voilà. Wat een eer. Wow, daar komt Ize haar naar. Oh, die is wel stijl. Wauw. Oh. Céline. Yes. Als je het zo ziet, is het wel echt episch. In Bram zijn huisje kunnen we zelfs maar niet binnen. Bram, eerst en vooral, proficiat. Ja. Want, je hebt een dak, je hebt muren, je hebt eigenlijk alles, vliegenwering. Alles. Je hebt gewoon alles. Ja, alles. Dus ik geef jou een 9 op 10. Wow. Ook wetende, we hebben maar 1,5 uur tijd gehad. Ja. Hè? Ja. Een 9,5. Wow. Mooi. Damn, ben dat max zo. Van mij krijg je een 9. Wow. Ja, mooi. Super mooi huis. Dank je wel. Wow. Alright.
Alright, Bram die wint deze challenge. Ja. Maar wij zijn wel benieuwd naar jullie mening. Ja. Dus wie wint volgens jou deze challenge? Vond jij het leuk? Heel leuk. Vond jullie het leuk? Ja, zeker. Jij? Ik vond het ook super leuk. Dankjewel. Dat is het belangrijkste. Hopelijk vonden jullie het ook een super leuke video. Oh, 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 oh. De likes. 17.000 likes. Oké. Okay. Wow. Voordeel 3. Yes. En jullie kunnen de kleuren ook kiezen. Oh, dat is ook leuk. In de reacties. Ja. Dus bedankt om te kijken. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace. Ja, en de, als zo'n schoen is. En die bel werkt ook nog, en ze rustig gelegen. Wel, ik ga er over denken.